Goedemiddag allemaal. Welkom bij de demonstratie die we hier voor jullie gaan presenteren. Ik heb een heleboel vogels meegenomen. En deze leuke dag. We hebben het te danken aan de Boekenberg en de gemeente Mr. Waarde. Maar Wisco, van Wisco is van ons. Onder andere. Nou, we gaan het op een leuke manier gaan het openen. We gaan kijken of Wisco. Of die deze vogel terug kan vliegen naar zijn handschoen. En vanaf dat moment gaan we de demonstratie vliegen. Ik heb een 15-tal vogels heb ik meegenomen. Ik zal meer over vertellen. Die ik ben. Aan jou de eer, Wisco, om de demonstratie deze dag te openen. En tevens wil ik erop wijzen dat een van de twee demonstraties vandaag om 2:30 en om 3:00 tussen de demonstraties door zijn er genoeg. Ik ben hier. En kijk, Bob, die doet dat al 17 jaar bij mij. Demonstraties vliegen en dan terugvliegen naar kinderen heen en weer. Dat ze meteen ook wel even doen met een jongen of een meisje. En wat doe ik dan met die vogel? Nee, dan stel je dan zo'n vrouwtje. Nee, maar moet je komen. Zo voor je, hè? Zodat je eten moet zien. Kijk, en dan gaan we kijken of die steek stil genoeg is om te blijven kijken. Ik zeg altijd, kinderen, wat doen die? Die knijpen de ogen dicht. Die kijken niet de verkeerde kant op. Doen een stap achteruit. En soms vallen ze om met vogel en al. Sta je stevig? Met die kuiten geen broek. Ik weet niet of dat verstandig is. Nee. En twee, hoppakee. Blijf kijken. Hey, hartstikke goed. Deze dag is geopend. Wisco, dankjewel. Kom maar ook staan. Kijk, niet staan. Ga daar maar staan. Alleen voor haar. Hey, Wisco. Ga ik dit een stoere meid een stukje spannender maken. Als ik ga jagen met een vogel, want ik ben valkuur, vogeltrainer van mijn beroep. Maar als ik ga jagen en ik laat die vogel met deze snelheid vliegen, denk je dat ik dan ooit iets kan vangen? Nee, natuurlijk niet. Ik gooi die vogel dus altijd zo achter een prooi aan die niet moet vangen. Ga maar een stukje naar achteren, maar ik ga die vogel nu 3 keer zo hard laten vliegen. Nog een stukje naar achteren. Nog een stukje naar achter. Beste hapen, komt hij aan. Nog verder. Nog verder. Ga maar kijken. 3 keer zo hard. Kan ze dat aanleggen? Let op, hè. Let op. 1. 2. 3. 1, 2. Hop! Pas! Is hij veel sneller aan die kant? Heb je veel meer kans om iets te vangen? Kom op. Hij weegt maar 600 gram, hè. De vogels worden straks nog groter. Gaan we aan de kant zitten. Applaus voor die dag. En daarom gaan we iets met hem doen waar hij goed in is. Wisco, ik heb je weer nodig hoor. Kom. Ja, ik heb je weer nodig. We gaan namelijk het lievelingseten van de dag. Dat gaan we verstoppen. Ik heb hier een ei. Daar doen ze alles voor. Raven zijn echte nestenplunderaars, eierrovers van andere vogels. We gaan dat zo doen, als je dat hier ergens een beetje zo wil verstoppen. En met kleedje goed eroverheen. Dat iedereen het kan zien, een beetje centraal. Ja, oké. Hier, en Co heeft dat ei al lang gezien. Co heeft dat ei, en hij denkt, laat me los. Laat me alsjeblieft los. Oké, nou dan gaan we kijken. Wat, wil jij gaan zoeken, Co? Wil jij gaan kijken?
Nou, ga maar dan. Ik weet zeker dat hier iets ligt. Kijk dan. Ik weet zeker. Ik zag het hier niet zo met een ei. Maar dat heb je eruit gedaan. Hieronder? Jawel. Kijk eens. En zo heb ik een ei te pakken. Even tikken. Dan ben ik dus mee naar een stil plekje. Even tikken met een grote, sterke, zwarte snavel. En het eitje is kapot. Met de inhoud opslurpen. Maar dat blijft het niet bij. Als hij het laat zien aan jullie. Hij eet die schaal, eet die zo meteen ook op. Dat is heel goed. Dat is een raad. Want zagen jullie hebben dat zo'n strategie doorkomen. Een raad blinkt alle kanten. Ik vind die zeggen een beetje paars, een beetje blauw. Een beetje groen zie ik er ook in, soms een beetje roze. En een mooie veer is vandaag. Leuk een mooie veer. En kom, en die schaal is even bewogen in de kutte, zie je? Goed, gaan we Koop in de auto zetten. En wil ik nog werken met... Kijk, hop, 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 hop. Is dit van me afgeslaan? Ik zit er binnen op zijn. Ja, kijk hier, eind 2. Ja, die kan weg, kan niet wegkomen. Zie je dat? Ik kan niet wegkomen. Het kousje wil overal van mij zijn. Hartstikke leuk met zo'n kousje te werken. En ik heb er vroeger heel veel van geleerd voor het trainen van met vogels. En het blijft steeds leuk. Zeearenden, kommers, spieren, valken, alles heb ik er. Meer dan 100 roofvogels. Ik vind het steeds leuk om met zo'n kousje te werken. Ik ga nog één keer een spinnetje trekken en dan heb ik de volgende vogel. 1, 2, ja! Ja, we ze gaan de mensen naar binnen om het eten weg te pikken. Ze gaan gerust de schaap, de ogen afpikken en opeten. Zulke rotzakken zijn er. Ja, heel veel opgejaagd voor het eeuw. Er waren allemaal heel weinig van de stad van karakter af, waren de ogen. Tegenwoordig zijn ze heel erg beschermd en zijn er meer dan 2.500 van deze vogels op de wereld. Goed, handstijl. Hele grote poot, die de poot die heeft nodig om te klauteren op de rotsen van de eilanden. Die taaneilen eilanden, heel grillig, stenen, zoeken ze naar mosselen, zoeken ze naar schelpen. En ze zijn niet eens voor het gejagen van de zoeken. Ze hebben gehaald, de liefst van de oost. Dat komen bij meerdere bedrijven dus. Als we niet willen dat die dieren gaan doen, dan is heel veel meer te verwaarden. Eén groep van deze vogels en alle dieren in de buurt, die hebben paniek. Nou, daar niet in. En dan gaan ze bij de dieren en misschien bij de dieren volgend jaar wel verwerken. Goed, nou, geef ik de buiten zitten dan. Hop, en daar. Daar op, prima. Wat bij de vogels? Nee. De vogels komt zo meteen raar, ik ben zo over ze heen gevlogen. Ik zou het en... Ik ken hem, ik ga hem. Ik loop weg, ik ben volgens 8 keer scherp vergeleken mij. Ik denk, ik ga echt in de zaken, hij weet niet hoe even in de kast is. Kijk eens, hé. Hij vloog nou weer op die tuinvrede broeder. Ja, precies. Kijk, de vogel draait zich om. Hij weet niet hoe hij het kan halen. Ik moet wel even zien. Kijk. Hop, en dan en weer de kou. Goed zo, mooi. En volgens mij is het liefste tegen de wind. Hè? Vliegtuigen ook, hè? Die landen en stijgen tegen de wind. En min, hè, die maakt er ook gebruik van, zie je ook tegen de wind vliegen. Komt je op de handschoen, hoort je ook gelijk die vleugels eroverheen. Zie je afschermen, afmantelen van zijn kooi. Om te voorkomen dat je met andere dieren ziet. Goed zo, 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 goed z